Want volgens mij heb je nog meer tattoos, toch? Ja, klopt. En nou heb ik uit zekere bronnen gehoord dat die op je rug, dat je daar toch wel het meest trots op bent. Maar ik heb hem nog niet gezien. Wil je hem laten zien? Ik ben wel benieuwd, man. Er staat Nightmares op mijn rug. Goh. Ja, ik wil hem zien. Laat hem even zien, man. Ik wil hem zien. Ja, man. Ik ben benieuwd. Ja, man. Kom, ik kom je helpen. Hier, laat me dingen van je aannemen. Ja, man. Welkom in het Biechtok. Het en niffel. Wat? Hoe voelt het? Wat is je eerste... Hoe voelt het om in een Biechtok te zitten? Ja. Het voelt als een bureau. Ja? Oké. Nee, maar ik weet niet, man. Ik ben hier voor het eerst, dus kom maar op. Maar heb je überhaupt wel eens in een biechthok gezeten? Ja, een bureau bijvoorbeeld. Ja? Politiebureau. Wanneer was dat de laatste keer? Hoe lang is dat geleden? Misschien een jaartje of zo. En nee, ik jok. Ja, een jaartje. Ja? Wat is er voorgevallen toen? Ja, gewoon bepaalde dingen. Een paar steken laten vallen. Maar ja, je moet wel iets concreter zijn. Wat voor een klein tipje van de sluier? Oh, ik heb gewoon bepaalde stoute dingen gedaan. En snap je, ik heb wat sporen achtergelaten. En... Oké, maar dan is het goed dat je in een biechtok zit. Want ja. Het is vandaag de tijd om te biechten, zodat die zondes weer van je af kunnen glijden. We hebben dus een aantal hoofdzondes. Lust, woede, ijdelheid, luiheid. Nou ja, die gaan we eigenlijk allemaal met je doornemen. Maar laten we beginnen met deze. De eerste. Je hebt verschillende tattoos. Het kruis op je voorhoofd is het teken van Gods kind. Vind jij jezelf meer blessed dan anderen? Misschien wel. Het is best wel een groot ding om dat te zeggen. Waar komt het vandaan? Ja, ik weet niet. Ik doe gewoon mijn best altijd. En het, Ja, ik doe ook mijn best. Ja. Maar kijk, sommige mensen moeten meer hun best doen, snap je? En... Ik doe gewoon mezelf en snap je? Ik pas er gewoon dan tussen. Maar in wat doe jij dan meer je best? Gewoon qua, laten we zeggen, over muziek maken of zo bijvoorbeeld. Dan ga ik wel gewoon echt mijn best doen om te kijken, om niet over te overtreffen of iets. Maar wel gewoon om een stempel te zetten, om het zo even te zeggen. Ja, nou ja, die stempel heb je op je voorhoofd gezet. Hoe kwam je erop om hem daar zo te zetten? Ik heb veel meegemaakt, weet je. En kom maar op met nog meer, weet je. Ik overleef altijd wel, snap je, en wat er ook gebeurt. Begrijp je? Want volgens mij heb je nog meer tattoos, toch? Ja, klopt. En heb ik uit zekere bronnen gehoord dat die op je rug, dat je daar toch wel het meest trots op bent. Maar ik heb hem nog niet gezien. Wil je hem laten zien? Ik ben wel benieuwd, man. Er staat Nightmares op mijn rug. Goh. Ja, ik wil hem zien. Laat hem even zien, man. Ik wil hem zien. Ja, man. Ik ben benieuwd. Ja, man. Kom, ik kom je helpen. Hier, laat me dingen van je aannemen. Waarom ben je daar het meest trots op? Ik zeg je eerlijk, toch? Jij hebt ook vast wel een nachtmerrie. Ik heb trouwens echt nog nooit zo'n tas vast gehad. Het voelt echt best wel chic, jongen. Je jok. Ja, echt. Nee, dit voelt lekker, man. Je jok. Oké, laat hem eens zien. Kijk hier. Zien? Ja. Oh, maar hij ziet er ook nog best wel vers uit. Ja, of niet? Is opnieuw. Ja? Maar ik hou je tas even bij me, goed? En waarom heb je hem genomen op je rug? Ik was sowieso altijd al een tattoo op mijn rug, dus ik vond dat dit wel het juiste moment was, toch? Hier. En waarom dan nightmares? Jij hebt toch ook nachtmerries, of niet? Ja of nee? Ja, ik onthoud mijn dromen eigenlijk niet zo vaak. Maar wat zijn een beetje de nachtmerries? Heb je één terugkomende nachtmerrie vaak? Bijvoorbeeld mijn fans teleurstellen. Ja? Zeg maar, als er zou iets gebeuren of zoiets uit het verleden, weet je? Dingen uit het verleden jagen je altijd. Bijvoorbeeld zoiets, snap je? Daar ben ik wel bang voor. Ja, en waarom vind je het dan zo erg om je fans teleur te stellen? Ja, het feestje is pas begonnen, begrijp je? Dus ik wil het gewoon afmaken. Ja, goeie. Oké, we gaan naar de volgende. Je hebt tonnen gezien op die laptop. Ja, dat is zeker zo. Ja, je moet erom lachen. Ik ga met deze vragen. Ja, man, hier hebben we ons best op gedaan, jongen. Maar nu ben je best wel open over het swipen. Je hebt er een ketting van. En in pinpasfraude. Hoe vind je jezelf een beetje als voorbeeld voor de jongeren daarin?
Ja, ik ben gewoon begonnen met rappen, omdat het gewoon een carrière is, snap je? Je kan gewoon een ander leven opstellen, begrijp je? Was je daaraan toe? Ja, zeker wel. Ik wil niet mijn hele leven lang blijven swipen, toch? Ja. Neem ik aan. Want even, ik had de hele term swipen nog nooit gehoord. Wat houdt dat precies in? Dat is het... wanneer je betaalt met je pinpas. En dat is iets wat jij hebt gedaan? Ja, bijvoorbeeld. Doe je dat nog steeds? Ja, met mijn eigen pinpas, ja. Nou, kijk. Dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. Oké, volgende. In de YouTube-comments wordt wel eens gezegd dat jij de rapper Famous Dex kan naapen. In hoeverre is hij een inspiratie voor jou? Ik hou sowieso van gek doen, snap je? En zeg maar, toen ik begon met liedjes maken, kon ik me gewoon echt in hem vinden, begrijp je? En dat gek doen en zo, dat deden we al lang. Dat is niet van dat ik hem naap of zo. Mensen die mij kennen weten ook hoe ik ben, begrijp je? Wat vind je dan zo tof aan hem? Hij heeft gewoon scheid, snap je? Hij doet gewoon waar hij zin in heeft. En dat vind ik gewoon tof, begrijp je? Plus hij heeft gewoon de looks ook erbij, begrijp je? Dus hij heeft gewoon het pakketje, snap je? Dus jij zegt eigenlijk haal je gewoon de goede dingen uit je inspiratiebronnen en je doet er iets zelf mee. Ja, precies. Goeie. Volgende. We ratsen er doorheen. Je vindt merkkleding belangrijk en geeft zo nu en dan zelfs dure schoenen aan je volgers weg. Waarom doe je dat? Dure schoenen aan je volgers weggeven? Ik vind het belangrijk om er gewoon netjes uit te zien. Ja. Zodat, stel je hebt een sollicitatiegesprek of zo, dan vindt jouw baas het ook wel oké, als je je tanden hebt gepoetst en je veten zijn gestrikt, ja, et cetera. Zeker. Toch? Ja. Maar en waarom dan dat weggeven? Als ik wat kan doen voor mijn fans, dan doe ik het altijd. En sneakers zijn er zat, dus af en toe deel ik gewoon mijn liefde zo met hun. Maar hoe zoek je daar dan iemand, wanneer verdient iemand het van jou om dan iets te krijgen? Hoe zoek je ze uit? Je hoeft het niet te verdienen, ik doe het gewoon uit liefde. Ik zie gewoon, iedereen is actief op mijn Instagram. Snap je, als ik iets post, wordt het gewoon gedeeld, begrijp je? Dus ja. Ik vind, ik kan nu altijd gewoon iets voor mijn fans terug doen. Dat is heel lief. Die hoeven dat niet te verdienen of zo. Het is gewoon uit mijzelf. Ik doe het ook, snap je, omdat ik het leuk vind, begrijp je? En wat heb je allemaal al weggegeven? Ik heb een Alexander McQueen weggegooid. Wat nog meer? Ik heb 3-4 baljeu-trainingspakken weggegooid. Oké, okay, dus... Wie weet wat ik nog allemaal ga weggooien. Kleine tip voor de mensen die kijken, ga hem volgen. Kom naar mijn shows. Ja, man. Oké, volgende. Je hebt meer dan 50.000 volgers op Instagram. Ja, en je volgt maar 2 mensen terug. Ja, klopt. Waarom is dit? En wie zijn die 2 mensen? Frenna en mijn nieuwe vrouw. Mm-hmm. Om het zomaar even te zeggen. Oh, je gebruikt ook al het woord vrouw. Je bent toch niet getrouwd, hè, nu al? Nee. Nee, oké. Okay. Nee. het is je nieuwe dame. Oké. Okay. Ja. Maar en waarom deze 2? Frenna, ik vind hij heeft gewoon echt liefde naar mij toegetoond. En ik kan het gewoon echt goed met hem vinden. Ik heb vaak met hem, dus snap je, we zijn gewoon echt vrienden geworden na dat. Het is niet echt alleen zakelijk of zo. Het is gewoon echt dat we een band hebben opgebouwd. Nee. Maar heb je dan niet iets meer dan 2 mensen op de wereld waarin je interesseert? Ja, sowieso wel. Stuntman. Maar ja, maar die volg je niet. Nee, klopt. Maar ik ben wel met hem altijd, begrijp je? Maar wat moet ik doen voor jou om mij te gaan volgen? Je moet met me zijn, je weet toch? Ik ben nu toch met je. Ik ben met je. Echt, ik voel me achtergesteld. Waar ben je morgen dan? Ja, bij jou. Ja. Op YouTube, ja. Oké, volgende. Je spreekt in je track over dat je pas geen limiet heeft. Hoeveel nullen moeten er echt op jouw rekening staan voor jij je doel hebt bereikt? Ik denk wel misschien 10 à 20 millies of zo. Nog, okay, nog weinig of zo. Ik heb sowieso altijd gewoon, ik ben sowieso een dreamchaser, dus voor mij is het altijd more, snap je? Wat is nu een volgende dream die jij wilt chasen? Een volgende dream? Ja, want je bent al zo lekker op weg. Misschien een huis aan de overkant, buitenland. Misschien een Curaçao, zoiets. Ja. Snap je? Maar dat is best wel redelijk, toch? Dat is te doen? Jawel, dat is te doen. Maar je moet wel even beginnen natuurlijk. Hè? Ja.
Hey, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt de biechte bitch overleefd. Kapauw! Mocht je dit nou een hele leuke video vinden, dan kan je ook die van hiernaast even checken. En je kan je natuurlijk altijd abonneren. Dat kan je doen door iedere ochtend op te staan met een klein scheetje. Of gewoon door er op de knop te klikken die hieronder staat. Ja.